Nou, vanavond gaan we daar in een aantal presentaties proberen om een antwoord op te geven, onder andere. We hebben ook een vol programma. We hebben 3 sprekers en we eindigen met een quiz waarbij je nog mooie dingen kunt winnen ook. De eerste spreker van de avond is Mike van den Bussen van HP. Mike gaat ons meenemen naar eigenlijk wat ik net al vertelde. Als je het hebt over VR, heb je de laatste tijd hebben we het veel over gaming. Location-based entertainment hoorde ik dat net genoemd worden. En Mike gaat ons vertellen wat er nog meer is op het gebied van VR naast location-based entertainment. Dat klopt. Goedenavond. Zoals reeds gezegd, Mike van den Bussen. Ik ben product manager voor de Value Solutions producten binnen HP. Dus alle workstations, high-end computing, waaronder de virtual reality oplossing valt. Nu, ik presenteer van mijn X2 Z-Book, gedetailleerd naar creatievelingen. Mijn keyboard blijft geconnecteerd en de geluidsperformantie blijft in de unit zitten. Dus met andere woorden, ik gebruik geen klikker, ik gebruik gewoon mijn keyboard om aan te tonen hoe gemakkelijk het is eigenlijk om zelfs gedeconnecteerd in modus te gaan werken. Nu, laat ons wel wezen, VR is niet nieuw. Ja? Reeds in de jaren 50 waren er van deze contrapties. Ja? En by the way, is iedereen Nederlandstalig? Oké. Dat is uiteraard een zeer goede opmerking. Ja? Dus er waren reeds contrapties waar mensen probeerden van op een of andere manier aan de actuele realiteit te ontsnappen. Nu, in dit toestel had je stereo sound, vibraties, vocht, zelfs geuren kwamen mee. Ja, dus eigenlijk de eerste stappen in een virtual reality omgeving. Nu, zoals reeds aangekondigd, zijn verschillende realiteiten buiten de echte realiteit. Je hebt virtual reality. Ja, jullie allemaal bekend als zijn volledig immersief. Je weet niet meer waar je bent in de virtuele wereld. Ready Player One van Spielberg is daar een heel goed voorbeeld van. Ja, als je dan ziet in welke realiteit dat ze leven, dan zie je dat er een fantasiewereld waar dat mensen volledig in ondergenomen zitten. Augmented reality, ik projecteer iets bij, waardoor ik gemakkelijker een lift kan servicen, een toestel kan onderhouden, in levensbedreigende omstandigheden snel informatie op een bureau geprojecteerd kan krijgen, maar waar ik ook informatie kan delen met iemand die ergens halverwege de wereld zit, die mij kan helpen om mijn taak naar beste vermogen te gaan kwijt. En dan mixed reality, het kan leuk zijn om een gele onderzeeboot door de straat te zien varen, of in de zin van een IKEA-toepassing, waar je zegt van past die stoel in mijn omgeving, ik projecteer hem even in de ruimte en ik zie dat past wel of dat past niet bij de hang of dergelijke. Dus verschillende vormen van realiteit. Nu, voorlopig, of VR, wie van jullie kent het gaming stukje van het VR? Ja? Zijn de meeste handen. Ja? Nu, dat is een hele leuke, maar kan ook een stukje stigmatiserend werken. Want als we in een businessomgeving gaan kijken, zijn er zoveel meer zaken die daar mogelijk zijn. Ja? Dus, als we gaan kijken, productontwikkeling, prototyping. In plaats van dat je je product laat maken, terugkrijgt, gaat aanpassen, terug gaat laten maken, is de mogelijkheid dat je idee reeds gestolen is en dat de Chinezen het sneller op de markt gaan brengen. Hier kan je, alsof dat je het zelf hebt laten ontwikkelen, in virtual reality het stuk gaan bewerken, aanpassen en veel minder iteraties gaan doen in actueel product, goedkoper, sneller. Ja, als we gaan kijken naar die mobielen, spreekt voor zich. Ja, first responder, hoe train je een brandweerman om te reageren op een situatie die misschien niet zo heel leuk is als je dat de eerste keer meemaakt? Ja, hoe ga je reageren? Dus dat is er zeker oké. In healthcare, we komen er zelfs op terug. Ja, een heel hoop aantal mogelijkheden. En dan uiteraard de location-based entertainment, dat we allemaal kennen. Niks is zo plezant dan zombies te gaan schieten met een aantal collega's of vrienden in een veilige omgeving. Waar zien we de markt naartoe dan? Ja, als we gaan kijken, IDC geeft daar de feedback. Het is een zeer snel groeiende markt. Zoals reeds zei, het komt eraan, maar het is er nog niet volledig. IDC geeft weer dat zowel augmented reality en augmented reality gaat op een gegeven moment echt wel de versnelling erin trappen. Ja, zien we ook op virtual reality dat er jaarlijks een aantal units en gebruikers bijkomen. Tot of tegen 2021
wordt er ongeveer over 40 miljoen devices wereldwijd gesproken. Niet 40 miljoen users, maar 40 miljoen devices die door meerdere gebruikers gaan gebruikt worden. Hetgeen dat we daar ook zeker op zien is dat een heel groot stuk augmented reality gaat vormen. Ja? Waar dat we vandaag in de dag eigenlijk die eerste stappen nog maar aan het nemen zijn. Wat dat we zeker gaan zien is naar art en entertainment. Filmindustrie heeft ook, ja, filmindustrie 3.0 gaat het meemaken. Design, evaluatie, training. Als je iemand moet trainen om in een kerncentrale te gaan werken, dan wil je dat die zeer efficiënt, ja, in de warme zone is, zodat hij zoveel mogelijk werk kan uitvoeren met zo weinig mogelijk straling. Ja, dus we zien daar augmented reality zeker wel een stuk naar zich toe gaan trekken. On the job, maar virtual reality zal zeker nog een stuk blijven verder gaan. Nu, als een bedrijf. Wat zoekt een bedrijf? Een bedrijf zoekt, ja, betere klantenervaringen. Een architect die je kan laten rondwandelen in je appartement of van je dromen, voordat er 1 gram beton gestort is, die gaat net iets gemakkelijker gaan verkopen. Ja. Als we gaan kijken, ja, trainingen en simulaties. Iemand die een kraan moet bedienen van 300.000 euro, ga je die direct 40 meter omhoog sturen met alle risico's van die? Nee, je gaat die in een simulator zetten, ja, die mogelijk maakt om alle handelingen zeer gemakkelijk onder de knie te krijgen. En zeker in die development cycles. Dat is wat dat bedrijf zoekt. Ja, dat is ook waar wij als HP zijnde zeker rekening mee houden. Ja, maar wat hebben bedrijven nodig? Die VR-set die moet perfect passen in de beveiliging van je omgeving, van je netwerk. Ja? Je wil niet dat daar een vreemde eend in de buit zit, die mogelijkerwijs de toegangsdeur is voor hackers, allerlei. Ja? Wat je daar ook ziet, hoe kan ik die sets gaan managen? Zelfs een location-based entertainment park, je wil misschien eens een update doorpushen, ja? Je wil al zijn PC's in één keer met een update gaan managen. Betrouwbaarheid, performantie, een zeer belangrijke. En voor de grote spelers op de markt uiteraard ook wereldwijd beschikbaar. Nu, dit is eigenlijk de key message die wij willen brengen. Ja? Deliver experiences. Voor een gebruiker moet het zeer eenvoudig zijn om die VR te gaan gebruiken. En wat we zien is dat er heel veel 3D-content is. Dat er wel heel veel wil is om VR te gaan doen. Maar hoe brengen we van die beschikbare content, ja, een VR-gebruiksmodel? En daar is zeker de volgende spreker, Delaware, als partner ook, een van de bedrijven, die link ook kan gaan brengen om die overzetting te doen. HP wil eigenlijk end-to-end oplossingen ook mee aanbieden, op hardware, software, hardware, nieuwe ISV's, independent software vendors en dergelijke. Maar we hebben daar zeker een stukje hardware dat de flexibiliteit geeft, staat in de receptie area achteraan. Ja, Bruno geeft daar de demonstratie van de unit. Als je het nog niet geprobeerd hebt, het is een aanrader, probeer even en neem die ervaring mee. Nu, wat we hier zien, ja, per verschillende silo's van eigenlijk verticale markten, location-based entertainment zien we heel duidelijk, ze hebben de content, ze weten hoe dat ze het moeten omzetten en ze zijn volledig aan het deployen in de markt. Ja. Leuven heeft een aantal centra, Brussel, Antwerpen, ja, je ziet heel veel van die location-based entertainment eigenlijk bovenkomen. In productontwikkeling, in engineering, first responder, nou brandweermannen, ziekenwagen, ambulance, mensen, zie je dat de wil er wel is, maar ze weten niet wat ze moeten overzetten. Dus dit is de missing link om die versnelling net een trapje hoger te gaan zetten. Ja, dat is ook voor de jongeren, ja, die aanwezig zijn, die ergens in programmering zitten, ja, hier ligt een goudmijn op jullie te wachten. Ja, als je die overzetting kan brengen van die 3D-content die bestaat naar, ja, een gebruiksmodel, vriendelijk, eenvoudig, dan ga je daar echt wel mee scoren. Nu, als we gaan kijken naar de target segments, wel, location-based entertainment is er zeker één. Ja. Waarom? Het is zeer realistisch. Heeft er iemand van jullie al de plan bij Richie gedaan? Oké. Okay. Ik zie niet zo heel veel handen omhoog gaan. Dat is zeker, ja, een hele aangename om te laten zien hoe realistisch dat het eigenlijk is. Ik heb hem zelf ook gedaan. Ja, je denkt van de plank ligt op de grond, big deal. Wel totdat de lift open gaat en je staat daar tijdig verdiepen hoog. Ja, en de plank ligt zo weer van de grond. Maar je zit echt in die omgeving. En je doet het met meerdere, ja, mensen tegelijkertijd. Een aanrader voor
voor degenen die nog niet die location-based entertainment gedaan hebben, is de Park, hè, waar dat ze sowieso de ZVR met de HTC Pro aan het gebruiken zijn. Het geeft echt wel een ervaring, heel kwalitatief ook naar de headset toe. First Responder, ja, we zitten hier bijvoorbeeld, ja, mensen die een brand moeten gaan bestrijden, hoe gaan we die inzetten? Mensen die first aid moeten bieden bij een auto-ongeluk op de baan, ja, met een verhakkelde bissen. Ja, hoe ga je ermee om? Hoe ga je daar ingaan? Die trainingen, het is zo realistisch. Maar om even terug te komen op de Playing by Richie. We hebben in een van de kinepolissen ooit de test gedaan. De jonge dame bood zich aan, sprong spontaan 2 meter verder, plat op haar buik. Ze sprong gewoon, zoals een skydiver. Zo realistisch is het. Dus ook hier, ja, je traint de mensen eigenlijk om daarin te stappen. Naar productontwikkeling, ja, architectuur. Ja. Als je zegt, wie heeft er een appartement gekocht op plan of een huis gebouwd onder jullie? Ja. Gemakkelijk? Gemakkelijk om in te richten? Nee, hè? Ja. Je krijgt staal, je krijgt te zien van, ja, allez, ik ga dat passen, ja, is dat mooi? Krijg je een klein staal, wel als een regel vloer met het staal dat je gekozen hebt en die vloer die is dan net niet wat je van gedacht had. Wel, in virtual reality pas je aan, je rendert er eigenlijk gewoon de nieuwe vloer in, totdat je een vloer hebt die realistisch is, weergegeven en die naar je smaak is. Dus je staat niet voor die verrassingen. Maar het gaat verder. Die tafel voor mij is net iets te hoog om ergonomisch aangenaam te zijn. In virtual reality sta je op de juiste hoogte en voel je, dat keukenblad is hier net iets te hoog. Moet lager. Dus die aanpassingen kan je volledig gaan doen. En je laat toe aan de consument om door zijn appartement, zijn huis, het gebouw, ja, gemeenschapsgebouw te gaan stappen en te ervaren hoe het zou zijn als je er zelf door wandelt. Healthcare. Ja, als we gaan kijken, naast productontwikkeling, naast architectuur, zeker ook in healthcare. Maar er zijn gigantisch veel mogelijkheden. Als je zegt van, ja, hoe leid ik mensen op om bepaalde procedures te gaan uitvoeren? Wel, bril aan, backpack aan, je voert een open hartoperatie uit. Je staat met com-collega's, andere studenten, rond een patiënt, rond een virtuele patiënt. Als patiënt zijnde, dan stel je voor dat je aan een nierdialyse moet, dat je chemotherapie moet ondergaan. Ja, als je de mindset kunt loskoppelen van het fysieke door je een strand in Tahiti te leggen, dan ga je net iets sneller genezen. Wel, die headset op en je ligt aan het strand in Tahiti. Er zijn momenteel proeven bezig met mensen die allergisch zijn aan anesthesie, om ze eigenlijk met de headset op ergens volledig ergens anders te brengen en terwijl de operatie uit te voeren, zonder dat die patiënt de pijn ondergaat. Dus zo sterk is het. En uiteraard, ja, fobiebehandeling, iemand die schrik heeft van spinnen, kan je 2 dingen doen. Je laat die mensen al heel veel psychologische talks los in een bassin met spinnen. Je hebt je niet onder controle of je zit in een virtuele omgeving, waar je de spin kan controleren en terwijl alle biometrische factoren kan gaan controleren. Dus virtual reality heeft veel meer toepassingsgebieden dan enkel maar het location-based entertainment. Dus als we gaan kijken naar waarom HP. Ja, waarom zou je naar een speler als HP komen? En ik heb al de feedback gehad daarnet van, we wisten zelfs niet dat HP virtual reality sets had. Ja, dit is de virtual reality dedicated oplossing voor HP. Het is een backpack die in deze gedokt is in de docking station. Ja, op dit moment is het niets anders dan een zeer krachtige portable, ja, een display form factor. Ja, naar scherm toe, 4K en dergelijke, perfect mogelijk. En je deconnecteert en je bent eigenlijk mobiel. Nu, wat is een van de belangrijkste zaken in, ja, de set die je nodig hebt in de hardware? Het allerbelangrijkste in een virtual reality set is de grafische kaart. Wat doe je? Je bent ergens in een bril aan het kijken en die bril registreert waar je bent. Je kijkt en het beeld moet een aantal van 11 milliseconden gerefreshed worden. Dat zijn 90 frames per seconde, 45 frames per oog. Ga je onder de 20 frames per oog, dan wil je maar 1 ding doen. Iemand een idee? Die bril overgeven. Ja? Je wordt ziek. Waarom?
Omdat je ogen en je oren iets anders zeggen. En je hersenen zeggen van, dit klopt niet, we nemen die persoon eruit. Ja, flight or fight modus. En je wordt er gewoon overgenomen. Dat is ook hetgeen dat je gaat ervaren als je een virtual reality ervaring hebt, die net niet krachtig genoeg is om die refresh rates te halen. Je wordt misselijk. Ja? Dus, die grafische kaart is een van de belangrijkste elementen in je setup. Ja? En daar ga je inderdaad die 11 milliseconden hebben. We raden daar zeer sterk aan om boven of te starten op het 5000 segment van Nvidia. Niet eronder te gaan. Omdat je een schokkerig, slechte ervaring gaat krijgen die niet maken dat je in een complex model zeer aangenaam gaat kunnen bewegen. Nu, er zijn verschillende modellen. Wel, je kan een desktop nemen. Je connecteert die desktop met een lange kabel naar je headset. En dan zijn er twee dingen. Je krijgt zeer snel refresh rates. Je krijgt een krachtig systeem. Alleen die kabel die gaat altijd in de weg zitten. Ook al heb je voldoende kabel, je gaat op een gegeven moment gaan zoeken van waar is hem. Ja. Dan heb je de wireless sets. Wel, de wireless, je kan testen. Wij zijn daar een beetje terughoudend tegen. Waarom? Omdat je een latency factor krijgt. Ja. Als je 11 milliseconden moet halen, dan kan je niet veel eigenlijk missen in het signaal over te zetten. Vooraleer dat je naar een ervaring komt die net niet goed genoeg is. Of je gaat naar de backpack. Wat is het voordeel van de backpack? De kaart en de performance die je hebt, ligt op je rug. Korte kabel, dus je hebt de snelheid van de kabel, naar je headset en je beweegt volledig vrij in de zone die je hebt afgepast. Volledig met een super refresh, een krachtige refresh, een voldoende grafische kaart. Nu, HP. We hebben toestellen die uiteraard, en die unit kan ook gebruikt worden om design content te gaan creëren, de VR-overzetting te doen en het gebruiken van een volledig gamma, zowel desk-based, mobile, als de backpack, als ook de headset zit in ons portefeuille. Hou wel steeds in gedachte dat je hoog in grafische kaartvolume moet gaan om die ervaring goed te maken. En afhankelijk van hoe diepgaand die renderings gaan zijn, ga je inderdaad Z8 met heel zware kaarten gaan werken. Als je gaat kijken naar extreem hoge performantienoden, wel, de Z-based gamma binnen HP, Z8, kan tot 3 P6000 aan. Dat zijn drie van de beste kaarten die Nvidia vandaag de dag op de markt brengt. Tot 3 terabyte ECC-geheugen, zoek je gigantisch zware berekeningen te gaan doen, zoek je gigantisch complexe berekeningen te gaan doen, heel veel naast elkaar te gaan doen, Z8 heeft daar de mogelijkheid om zeer diepgaande content te gaan creëren. In mobile, maar dan zit je nog altijd met een toestel dat je moeilijk, je kan natuurlijk in de VR gaan rondhalen met de portable in je armen, maar dat is niet dezelfde ervaring uiteraard, heb je ook de mogelijkheid om tot een P5200 te gaan. Dus op een desk-based, op een mobiel platform, toch die performantie te gaan halen die je nodig hebt om de slots met een lange kabel te gaan ervaren of te gaan creëren in die content. En dan uiteraard de backpack. Wie van jullie heeft een beetje geprobeerd? Okay. De ervaring naar believen of niet naar believen? Okay. Ik nodig jullie uit. Ja, de backpack staat er. Na de laatste spreker, wees welkom. Ja, test het uit. Wat zitten we daar? We geven geen toegevingen, nog op grafische kaart, nog op processor. Je kan spelen met het geheugen, als ook met de opslag. Opslag, by the way, is NVMe Super Storage of Supersnelle Storage, C-Turbo. Ja, dus met andere woorden, een heel stukje sneller dan SSD's, die iedereen als snel ervaart, die gaan nog een stukje sneller. Ja. Nu als we gaan kijken, om jullie een voorproefje te geven wat dat mogelijk is.
autofabrikant die in de ontwikkeling van een wagen bezig is. Stel je voor dat je naar een Audi showroom gaat, ja, wat is er zo moeilijk? Niet zo moeilijk als een kleur op een staalkaart zien, ja, want ze hebben de wagen in die kleuren in je stok staan. Wel, ik wil dat type leer, ja, ik wil die kleding van binnen, ik wil die afwerking. Ja, die wagen hebben hier niet staan, je kan me niet vergelijken. Wel, Audi is er naartoe aan het werken om, ja, in een shell waar er stoelen in staan, waar je dus de mogelijkheid krijgt om met een headset de wagen zoals je hem zelf zou willen configureren te gaan ervaren. Dat je, ja, het gevoel hebt van ik zit in een stoel, en de stoel ziet eruit zoals dat ik zou willen. Ja, ik kan een dashboard voelen, je voelt een dashboard, maar je zit eigenlijk in die wagen zonder dat die wagen er staat. Ja. In ontwikkeling, we hebben het zelf gezien, ja, een nieuwe wagen wordt ontwikkeld, de ontwikkeling van een wagen is gigantisch duur. Als je dit kan gaan virtualiseren en doorheen, ja, je stoelen, doorheen je setup van de wagen gaat, met verschillende mensen in Japan, ja, Amerika gaan samenwerken rond één virtueel model, dan gaat het net iets zo gemakkelijker, ja, want seeing is believing. En in virtual reality zie je het ook. Ja. Nu, de backpack zelf, excuseer, je hebt, ja, de rugzak, een carbon mounting plate, zodat het licht maar toch stevig is. De batterijen zijn hot swappable. Dus met andere woorden, ja, als je een uur in virtual reality zit en je wilt verder gaan, je trekt gewoon de batterij eruit en je klikt de nieuwe set erop. Dat is ook een van de voordelen, ja, dat we in dat businessmodel hebben, want ja, het is een business toestel uiteindelijk. Het moet operationeel zijn en blijven. Je kan niet zeggen dat mijn batterijen zijn plat, dat we gewoon een half uur moeten wachten voordat we verder kunnen. Nee, continuïteit is daar een belangrijke. Docking, alle poorten die je nodig hebt. En uiteraard, ja, ook de expulsie van de verwarming of de warmte-lucht is weg van de gebruiker, zodoende dat je ergonomisch ook een goede ervaring krijgt. Integreerbaar in een bedrijfsnetwerk, TPM 2.0 chipset, dus volledig beveiligd. Je hebt daar ook Miracast, dus dat is hetgeen dat we ook gaan doen om streaming, ja, naar een ander scherm, zodoende dat de niet-gebruiker in VR toch te zien krijgt wat de gebruiker in VR aan het ervaren is. Thunderbolt, supersnelle storage zit daarmee in. En het ding, ja, de set zelf, de ZVR-set volledig, weegt 4,6 kilo. Niet meer. Maar is ergonomisch rond het lichaam gevormd. Als je hem aan hebt, als je hem vastneemt, denk je dan, oké, is niet heel zwaar. Als je hem aan hebt, voel je hem gewoon niet meer na een paar seconden eigenlijk ermee bezig te zijn. Nu, die backpack, die gaat inderdaad in omgevingen terechtkomen die stoffig kunnen zijn. Ja. Je hebt al eens mensen die 2 meter vooruit springen, ja, en dan, ja, voldoende schok meegeven op de backpack achteraan, die in vochtige omstandigheden terechtkomen. Je moet die backpack niet in die office houden, ja, je kan die ook meenemen of verplaatsing opzetten. Ja, hoge en lage omgevingen, warme temperaturen, koude temperaturen, van warm. Ja, stel je voor dat je wil gaan trainen voor een bobslee-omgeving, ja, hoe gaan we een opzet initieel doen? Ja, die training gebeurt in de vrieskast van een of andere voedingsfabrikant. Ja, temperatuurschok, perfect mogelijk. Ja. Dus je zit daar met een toestel dat gebouwd is om die ervaring stabiel en zeker te houden. We bieden ook headsets aan. Ja, headsets, de Windows Mixed Reality headset, ja, die naar resolutie, en daar is een van de belangrijkste zaken, kan de headset 6 Degrees of Freedom aan? Is 6 Degrees of Freedom jullie bekend? Ja, nee. Als je neer zit, ja, dat is een belangrijke in virtual reality, je krijgt een DOF 3 of een DOF 6. DOF 3 wil zeggen, je zit op een stoel en je kan je hoofd vooruit, zijdelings en, ja, tilten. Dat zijn de 3 bewegingsassen waarom dat je kan zitten. De backpack is gemaakt om 6 degrees of freedom. Die 3 plus vooruit, achteruit, links, rechts, omhoog en laag. Dat je de volledige vrijheid krijgt. Dus 6 degrees of freedom, Windows Mixed Reality set, heb je geen lighthouses voor nodig om de veilige ruimte af te passen. Maar het gaat iets eenvoudiger zijn ook naar, ja, bedrijfsgebruik toe. Ja? En dan heb je de HTC Pro. De HTC Pro. Dus als HP zijn we niet getrouwd met HTC, maar het is simpelweg de beste bril op de markt vandaag de dag. Ja? Je gaat daar naar 1440 op 1600 resolutie per oog. Dat is echt een nieuwe standaard, ja, om 90 frames per second.
Je kan daar zones mee afbakenen, 6 op 6, waar je vrij kan bewegen. 2 sets, 10 op 10. Dus je kan in een zeer grote ruimte eigenlijk volledig vrij in een virtuele omgeving gaan werken. Dus die zaken zitten daar ook mee in. En ik denk dat een aantal collega's zeer verbaasd van zijn dat ik binnen de tijd zo ben gebleven. Ja? Maar ik zou jullie wel bedanken. Ja? Er is niets mooier dan pure performantie, ja, in de vorm van een hardware toestel. Dat maakt dat je eigenlijk kan doen wat je eigenlijk wil doen. Als je vragen hebt, dan zijn die chefs na de sessies ook nog. Ja? De demo is opgezet. Enjoy. Oké? Dankjewel.